We zijn onderweg naar het Utrecht Statenjacht. Het Statenjacht is een historische reconstructie, een replica van een statenjacht dat oorspronkelijk gebouwd is in 1746. De camera gaat deze keer aan boord via een van de geschutspoorten. Tim. Jij bent Tim? Oh, Rick. Rick. Ben je Jolanda? En ik ben Ron. Dag, Jolanda. Het stuurwiel was er niet uitgevonden. Ja, daar had Paul van Zwijndrecht nog niet over nagedacht, over het stuurwiel. Dat had hij nog niet kunnen bedenken. Dus eigenlijk heb je de helmstok, heb je. En over de helmstok heen hebben ze een huisje gebouwd. Dus dit is het, de helmstok. Maar zeg ik er wel bij dat dit geheim is, hè? Dit mag je dus niet verder vertellen. Want dit is geheim. En dit is dan de motorbediening, die is uniek in zijn soort. Het lijkt mij leuk om met een voertuig te gaan. Alles erop en eraan. Ja? Deal! Men reageert enthousiast op het idee voltuig te kunnen varen met dit prachtige schip. Het schip is in 5,5 jaar tijd door scheepsbouwers en beeldsnijders in het kader van een scholings- en werkgelegenheidsproject in de stad Utrecht gebouwd, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de oorspronkelijke materialen en bouwmethoden. Voor de bouw is ongeveer 300 kubieke meter eikenhout gebruikt, afkomstig uit bossen in Denemarken die 200 jaar geleden met Hollandse eikels zijn aangeplant. Opa? Ja? Misschien een klote ergens? Nee! Ja, een logische opmerking als je thuis hebt uitgelegd dat de balletjes in de marlijn die bij historische schepen het zeil tegen de mast houdt, oh, jullie mogen hijsen hoor, kloten heten. Dit is hem nog niet, hè? Oké, ik ga raken. Hangen! Zo? Een halve steek maken. Een halve steek. Een halve steek is... of zo. Die los. En hij kan ook de andere kant op. Dat zijn er drie. En zo trekt hij zichzelf ook vast. Nou, dan maar blazen in de zeilen. Ja. Fijn. 141. Deze vierkante lap gaan we naar boven hijsen. Helemaal buitenom ook? Helemaal buitenom. Toch? Ik ben eigenlijk wel blij met jullie. Ik heb een bootje. Nee. Ik heb een bootje hier. Nee, die wil een foto maken. Bobbertje! Kijk even waar ik buiten zit. Ja, klimmen, klauteren, buitenspelen. De bouwtekeningen voor het schip zijn gemaakt aan de hand van originele tekeningen uit 1746 van Pieter van Zwijndrecht. Deze tekening is in het bezit van het Maritiem Museum Rotterdam. We gaan de kluiven erop zetten. Kom op. Die al bijna bij de Rick, zet hem maar vast. Help even voor die kroon. Hij is jullie hem maar tegelijkertijd omhoog. Ja. Jongens gaan helpen. Vrouwen. Gewoon op liggen. Oké. Okay. Ja, als je gewoon zit en alleen maar kijkt, je ziet gewoon steeds meer. Dat is echt zo. Ja, we hebben hem gefixt. Het is een heel gedoe om al die zeilen omhoog te krijgen. Alle hulp is nodig. Het lijkt zo simpel om hier eventjes zo... maar als je dit hier de hele dag aan staat te trekken, dan is dat best zwaar. Toch? Het staat erop. En dus varen we met vol tuig. Net als op de foto uit de folder. Een periode van betrekkelijke rust valt nu in, tot aan de horizon de lucht begint te betrekken. De camera moet nu aan de kant,
Want nu moeten we snel zeil minderen. Het schip gaat nu eenmaal voor de plaatjes. Ja, weet je wel. Dat wel, maar dat moet je echt. Nou, ja, kijk. Ja. Ik ben één. Maar wel mijn fok mag een stukje lossen. Het grootzeil en fok mogen blijven staan om in de richting van de haven van Monnikendam te varen. Met de stevige wind ruim achter varen we best snel. Deze jachten werden ook gebruikt vroeger om vijanden te verjagen. Het waren jagers, vooral dicht onder de kust in het voordeel, omdat ze weinig diepgang hebben ten opzichte van de vijandelijke oorlogsschepen uit die tijd. Bruikbaar dus als marineschip. Vandaar de geschutspoorten aan weerszijden. Terwijl we voortsnellen, zien we in de verte een eng natuurverschijnsel. Even uitrusten van al dat werken met de zeilen op de zachte kussens in de kajuit. Hoenen mag je aan stuurboord houden. Als je nu een weggetje ertussen denkt, dan moeten we eigenlijk van groene tonnetje naar groene tonnetje varen. Monnikendam komt al in zicht. Op de motor gaan we de haven in. Hoi, Ike. We gaan eerst even aanleggen. Hebben we geslepen, als we het zeggen? Wauw. En duw maar deze kant op. Helemaal deze kant op. Helemaal deze kant. Deze kant, deze kant, deze kant. Helemaal. Ja. Zoiets? Ja. Oh, mooie motor. En dan ga ik een beetje gek doen. Ik ga er met tussenuit en dan ga ik een beetje gek doen. Ik ga een beetje helpen met de schroeven. Voor we aanleggen, moet nog wel even het bakboordzwaard omhoog. Als we vast liggen, krijgen we een lekkere kop soep en dat gaat er best in. Dat komt 15 jaar geleden niet, hè? Nee, dat ging alles nog best. Nee, ik ga gaan. Kijk, wat voor soep dan? Ik heb nog één schone gevonden. Kijk, wat voor soep dan? Het is prachtig om een dagje op het water te onderbreken met een bezoek aan Monnikendam. Er is veel te bewonderen, prachtige gevels, mooie oude gebouwen. En dan terug aan boord, de lunch. Maar bij wiskunde gaat hij eerst een kwartier uitleggen. Mm-hmm. En dan heb je een half uur de tijd om de sommen te maken. Ja, maar dat is normaal toch? Of niet? Ja. Venders, anno 1740 en anno 2016 naast elkaar. Een paar getallen. Het schip is in de vaart genomen juli 2003. Vaart onder Nederlandse vlag. De lengte is 23,5 meter. Breedte 5,50 meter. Diepgang
1,35 meter, tonnenmaat 86 ton. Voortstuwing en vermogen 156 vierkante meter. De mast is 21,5 meter lang. Zo varen we dan de thuishaven Volendam binnen met het besef dat we een mooie dag hebben beleefd op een uniek zeilschip. Ik kijk op die, misschien niet te laag. Ja, die hangt lager hoor, deze. Ja? Ja. Denk dat die precies goed hangt. Nog even het topzeil dekjes opdoeken is de finishing touch voor we van boord zullen gaan.